allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar Slank en Fit TV. In deze aflevering wil ik het met jullie gaan hebben over visualiseren. Dan denk je, oh Farah, het is nog niet zo'n zweverig onderwerp. Nee, helemaal niet. Het is namelijk een heel erg waar onderwerp. Want ben je ervan bewust dat alles wat we hier zien, alles wat er is, ooit ontstaan is met een idee. Een visualisatie dus. En op het eind van de video kom ik erop terug hoe je het kan toepassen in je gezonde leefstijl en in ja, dat je eventueel gewicht wil afvallen. Maar wat dus heel belangrijk is, om je te realiseren dat er niks kan ontstaan zijn zonder dat er eerst een idee, een visualisatie van was. Ik weet niet of je het... ik probeer er altijd voorbeelden te geven. Stel je wilt een nieuwe auto. Wat ga je dan doen? Je gaat niet eerst de beste auto die je ziet kopen. Nee, je gaat eerst... in blaadjes kijken. Je gaat eerst kijken waarvoor heb ik de auto nodig? Heb ik een auto nodig voor de kinderen naar school te brengen? Of heb ik de auto nodig om weet ik veel. Kortom, je ziet, je gaat een beetje zoeken naar een beeld wat je gaat wel hebben, wat je graag wilt hebben. En uiteindelijk kom je uit bij een auto die je wil. Stel, je wil een Suzuki Swift. Ik zeg maar even iets geks. Suzuki Swift is het eerste beste merk waar ik even op kom. Dan ben je dus uiteindelijk erachter gekomen wat voor merk, wat voor auto je wil. Een Suzuki Swift en je wilt een rode. Nou, dan ga je naar de garage en dan zeg je wat je wil, welke kleur. En dan ga je kijken waar je die auto gaat kopen. Dus hierbij probeer ik een beetje aan te tonen. Het is dus ontstaan doordat je eerst het idee kreeg van oké, ik wil graag een nieuwe auto. Toen ben je op onderzoek uit te gaan hoe die auto er dan uit moet gaan zien. En waaraan het allemaal moet gaan voldoen. En dan... uiteindelijk komt daar die auto. Dus zie je dat het toch eerst een visualisatie is geweest voordat je het pas kreeg. Zo werkt het eigenlijk met alles en zo werkt het ook gewoon in ons dagelijks leven. Zo kun je ook eigenlijk visualiseren hoe je wil dat je leven eruit ziet. En dat is misschien een beetje heel erg zwart-wit gezegd, maar in grote lijnen zit daar wel wat in. Want bewust of onbewust hoe we denken, zo komt ons leven eruit te zien. En ook jezelf eruit te zien bijvoorbeeld. Hè? Om even terug te komen op dat je graag gewicht wil gaan verliezen. Wat heel erg belangrijk is dus, als je gewicht wil gaan verliezen, dat je gaat visualiseren hoe jij er dan graag uit wil zien. Hoe je jezelf wil voelen. Wat voor kleren je dan weer aan kan doen. Of wat je kan gaan doen überhaupt als je je gewicht bent verloren. Of wat je kan doen als je gezonder bent geworden. Hè? Als je niet per se gewicht wilt verliezen, maar gewoon gezonder wilt gaan leven. Hoe zou dat er dan uitzien als je gezonder bent? Wat ga je dan allemaal doen? Waar ga je dan allemaal heen? Wat voor wereld gaat er voor je open? Ga daar eens over nadenken. Ga eens visualiseren wat jouw situatie is als je dat dus hebt bereikt. En dat brengt meteen mij een mooi focuspunt ook wat ik als tip kreeg van een van jullie kijkers, van Danielle. Zij vertelde me dat ze haar kledingsetje, wat ze graag aan wilde, al aan de kast had hangen. Zodat ze iedere dag, als ze dan haar kleren aan ging doen, als ze opstond, dan zag ze dat setje, wat ze zo graag wilt zien bij haarzelf, wat ze graag aan wilt. Dat ze nog zoveel kilo kan afvallen voordat ze dat setje aan kan. Dus ze visualiseert zichzelf al dat ze in dat setje past. En dat is heel erg slim om te doen. Want daardoor hou je natuurlijk een goede focus en heb je in je gedachten al het beeld van hoe het moet gaan worden. En vaak gebeurt het dan ook. Dus ja, dit is mijn tip voor jou vandaag. Visualiseer hoe jij graag jezelf ziet of hoe je je leven zelf ziet of wat je graag wilt hebben of maakt niet uit. Visualiseer het gewoon. Denk er niet bij na over dus hoe je dat moet gaan doen. Want je moet niet veel bezig zijn met de hoe. Want als je daar heel erg mee bezig bent, dan zie je al die andere dingen, die mogelijkheden die op je pad komen. Die zie je dan niet meer als je maar één oplossing voor ogen hebt die je zelf bedenkt. Dus laat los hoe het gaat gebeuren, maar ga gewoon het beeld vormen wat je graag wilt. Nou, succes met deze tip. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Laat even een reactie achter onder deze video. Abonneer op Slank en Fit TV als je dat nog niet hebt gedaan. Het gratis e-book kun je ook aanvragen. De link staat in de beschrijving. Dankjewel voor het kijken allemaal en ik zie jullie graag weer in de volgende video. Doeg!